Het duurt allemaal lang, hè, met die fietssnelweg F35. Hoe komt dat? Wat ik daarover hoor is dat er geen geld is. De fietssnelweg is al een poos geleden aangenomen met de andere gemeentes dat er aan gewerkt zou gaan worden. En het gebeurt toch niet. In 2009 is er een masterplan aangenomen door de Twentse gemeente, Twentse regio, om die F35 af te gaan leggen. Nu 10 jaar verder, helaas. Stukken zijn klaar, aansluiting ontbreken nog. Het is gewoon jammer, gemiste kans. Waar is het dan allemaal van afhankelijk? Het is afhankelijk van A, de politieke wil en het geld. De provincie betaalt 75% van de kosten. Dat is dus de gemeente 25% bijpassen. Alleen daar wordt gezegd, we hebben geen geld op de begroting staan daarvoor. Dus helaas, het gaat niet door. Wat verwacht u vanavond? Ik wacht vanavond dat het college duidelijk aangeeft, ook naar aanleiding van de motie van GroenLinks, dat ze nu duidelijk de komende 2 jaar die zaak afwerken. Die motie die moet nog worden uitgevoerd. Ja, hij is dus goed aangenomen. Dik aangenomen, laten we zo zeggen, inderdaad. Ja, college zal hem oppakken, hebben ze gezegd. En die gaan daarmee bezig. Want ik heb als een keer zo gekscherig gezegd van, als we straks de laatste kilometer asfalteren, dan kunnen we vooraan weer beginnen. Want dan is de boel versleten. Wat verwacht je van vanavond? Nou, niet dat de wethouder zal zeggen, en morgen beginnen we alles aan te leggen. Een technische rondje vraag ik te stellen. Mevrouw Buikma, de heer Wijnreden en meneer Hummelsen. Okay. De kern van het hele verhaal is dat we uit de 2025 ziet de provincie graag dat we dit gerealiseerd hebben, de hele F35. Dus daar zit niks aan verbonden qua subsidiestromen, zover ik weet van wanneer wat vervalt. Het gaat erom dat je 2025 dat je tot die tijd de tijd hebt om het te realiseren. Dus wat daar dan staat, we moeten extra investeren. Van ontbrekende schouders. Ja, hoe komen we dan niet aan dat dat zal moeten? Ik heb nog een suggestie waar het geld vandaan zou komen. Maar... Zal ik het dan maar noemen? Met de vraag? Volgens mij gaat ons gratis parkeren. Dat gaat niet door. Dus we hebben 6 ton per jaar. Dat doen we 4 keer, hebben we 2,5 miljoen. Dan hebben we kwart van die 10 miljoen binnen. Dus het geld ligt er wel. Wat is uw conclusie na het openbare beraad met de Fietsersbond over de fietssnelweg F35? Nou, de F35 is een heel belangrijk project. Iedereen is het met elkaar over eens dat die uiteindelijk gerealiseerd moet worden. Het enige probleem waar we mee zitten is dat we geen geld hebben om nog een aantal delen aan te leggen. Maar wat we kunnen doen is samen met gemeente in overleg gaan van tegen welke knelpunten lopen jullie nou nog aan. En hoe kunnen we kijken of er nog aanvullende subsidiemogelijkheden zijn om stukken te realiseren. Maakt u zelf nog mee binnen deze raadsperiode dat de F35 helemaal gerealiseerd is? Ik hoop het. De raadsperiode is dat er met 2022... We hebben de tijd tot 2025 om het te gaan realiseren. Dus dat betekent dat ook daarna nog 3 jaar zitten om de ontbrekende stukken te realiseren. Dus ik ga daar niet een fles wijn op wedden of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren.